Buiten raast het verkeer door het centrum en tingelt de tram. Maar binnen is het heel anders. De drukte speelt zich op de wegen af. En zodra je door deze corridor hier binnenkomt, kom je wel even in een oase van rust terecht. Na ruim een jaar breken, bouwen en planten gaat de Nutstuin zaterdag open voor het publiek. Het was een parkeerplaats en we vonden echt dat we ook deze ruimte, die zo kostbaar is eigenlijk, op de een of andere manier maatschappelijk nuttig moesten maken. En dat hebben we gedaan door er een tuin van te maken. Een tuin voor de buurt, openbaar toegankelijk gedurende de gewone openingstijden van het fonds en het Nutshuis. We hebben de Nutstuin, waarin aan de overkant in de hoek daar fruitbomen staan. De eerste fruit hangt er overigens al in. We hebben activiteiten die daar plaatsvinden waar ook gewoon getuinierd wordt. En het is ook gewoon een tuin om erheen te wandelen en te verblijven. Ik hoop dat die door de mensen uit de stad bezocht wordt. Om gewoon even, als ze aan het winkelen zijn geweest, een plek van rust te zoeken. Ik hoop dat de mensen die hier werken ook actief zijn. Door gewoon de moestuin te beheren. En dat mensen die ook gewoon van bovenaf kijken, gewoon een mooi plaatje ervaren.